Kers. Feest van licht in de duisternis. Het roept de verwachting op van vrede en welbehagen. Een boodschap van overwinning, hoop, geloof en liefde. Als volk moeten we kracht en wijsheid uit het kersfeest putten om een beter Suriname te creëren. Kers spoort ons aan tot het delen van ervaringen. Tot luisteren en zingen, tot het doorgeven van verhalen. Het eren van God en het versterken van de band met ons medemens. Mogen de herdenking van de geboorte van Christus het zonlicht zijn in deze moeilijke tijden van economische crisis en een onvoorspelbare pandemie. Hoop, kijk niet terug, maar blik vooruit. Met de aanname van het meerjarenontwikkelingsplan zijn samen met het herstelplan en het tripartiet akkoord met breed draagvlak de contouren van hoop vastgesteld. Er is een reeks van instrumenten in place om als grondslag te dienen voor het gezond maken van de Surinaamse economie en het stimuleren van welvaart en welzijn voor elke Surinamer. Het is van cruciaal belang dat alle maatregelen en verworvenheden transparant gecommuniceerd worden met het volk. CDS zal als lerende organisatie een voorname rol hierin spelen. De aanhoudende coronapandemie en economische crisis zorgen voor moeilijke tijden en grote obstakels. Laten we elkaar ondersteunen in moeizame periodes. Immers, het Surinaams volk is veerkrachtig. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Laten we deze feest- en gedenkdagen hoop, geloof en liefde met toekomstperspectief verbinden. Collectief en in harmonie kunnen wij werken aan een betere en mooiere natie. Suriname van ons allemaal. De communicatiedienst Suriname wenst u bezinningsvolle en gezegende kerstdagen toe. En een 2022 vol verbindende en effectieve communicatie.